Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik laten zien dat één jongen de hele Lego Titanic heeft gebouwd. Heeft hij wel denk ik een week aan gezeten of zo? Ik weet het niet. Tijdens de video zou je misschien denken zo van, yo Matthew, dat zijn allemaal verschillende jongens die daaraan werken. Nee, dat zijn gewoon verschillende dagen. En die ene jongen draagt ook andere kleren hoor. Elke dag. Maar goed, let's go. Dit is wel een vette video, vind ik. Trouwens, dit is 1,5 timelapse. En dat wil zeggen dat dat versneld is.
ik ga deze foto. Allee, dit stuk van de video ga ik naast een echte foto van de Titanic zetten. En zet in de reacties hoeveel dagen deze kerel eraan heeft gewerkt. Dus hoe vaak het licht is geweest. En misschien is het ook handig om te weten hoe vaak het donker is geweest. Let's see. Tot zo. Het normale schip. En dan de Lego versie. Ik zal nog eens van dichtbij gaan met de tablet, anders is het een beetje overbelicht. Hier heeft hij zelfs de toeter, allee ja, de horen erop gehangen. Allee, erop gezet. Het kraaiennest zit er zelfs daar. Zo noemen ze dat. Het kraaiennest. En daar zelfs de White Star Line vlag. En daar nog eens bij deze jongen. Hij ziet er heel blij uit. Met zijn mooie creatie. Ik wou het gewoon laten zien aan jullie. Ik vind het echt een fucking coole video. Zelfs de kraantjes hier. Daar ook. Check deze jongen.